zitten. After graduating from Art Academy in 2004, fashion designer Monique van Heijs started her own label on the periphery of the fashion world by creating a sober but extremely delicate unisex wardrobe. With her modern and sophisticated designs, it's her intention to break away from the highly commercialized fashion system that dictates new trends every season. We kunnen allemaal heel snel communiceren met allerlei middelen en inderdaad snel kleren kopen, hup, klik, klik, klik en je hebt het en snelle auto's, snelle treinen, je kan snel reizen. En soms denk ik, ja, maar waarom moet alles zo snel? Ik hou namelijk heel erg van langzaam. Ik ben best wel langzaam ook zelf. In response to the fast-paced fashion industry, Monique started her own personal project, Hella Fashion, in 2009. Toen ik begon als, met mijn eigen label heb ik, zoals ieder ontwerper, ieder seizoen een collectie gemaakt. En op een gegeven moment begon dat eigenlijk een beetje te wringen met mijn gevoel bij mijn eigen ontwerpen was. Want ik had het gevoel dat ik heel veel tijd stak in iets wat maar een half jaar overlevingstijd had. En daarna was het eigenlijk niet meer goed of oud. Of dat was het gevoel wat ik heel erg kreeg, terwijl ik dat heel vreemd vond. Omdat ik zelf vond dat mijn ontwerpen veel meer waard zijn dan dat. De ontwerpen die ik maak, als je die zou afzetten tegen wat trends zijn in de mode, dan weet ik dat mijn ontwerpen wel zo'n soort neutraliteit hebben dat je ze heel lang in je garderobe zou kunnen opnemen. Dus dat je een leren jasje kan kopen wat je met gemak 5 of 10 jaar zou kunnen dragen zonder dat je het gevoel hebt, het kan niet meer. Terwijl als je kijkt naar de mode, daar wordt toch vaker kleding verkocht die veel meer aan trends onderhevig is en die je eerder het gevoel geven dat je het maar 2 seizoenen bijvoorbeeld zou kunnen dragen. Binnen Hello Fashion ontwikkel ik een collectie waarbij alles wat ik ontwerp in de collectie blijft. Er worden alleen maar items aan toegevoegd. Of het nou wel of niet goed is, alles moet erin blijven. Dus het is eigenlijk een eeuwig groeiende collectie. Een voorbeeld van een kledingstuk wat verschillende variaties heeft is dit jasje. Dat is de Don Summer. En hier is die in zijde. Maar dit is bijvoorbeeld dezelfde jas, maar dan in een hele zware wol. En dit is weer een andere variatie in een wol katoen. Het gaat heel erg over hoe ik eigenlijk zo optimaal mogelijk met 1 ontwerp om kan gaan. Je kan een kledingstuk door verandering van materiaal kan het totaal anders worden en ook een totaal ander gevoel geven als je het aan hebt. Als ik ontwerp, dat kan heel veel kanten uitgaan. Soms begint het bij een heel specifiek idee dat ik een trenchcoat wil ontwerpen. Dus dan ga ik heel erg op zoek naar van, nou, wat zijn eigenlijk klassieke trenchcoats? Wat zou mijn klassieke variant daarop zijn? Daarna ga ik nadenken over de materialen en de knopen die erop moeten. De soorten knoopsgaten. Maar ik probeer het wel zo vorm te geven of zo in patroon. Dus dan heel technisch zo te maken dat het niet per se alleen op een heel slank iemand goed zit. Maar dat een dikker iemand, als het een maat groot is, dat het daarop ook goed is. Bijvoorbeeld deze hele grote inktvis kan dan inspiratie zijn voor een kledingstuk. Maar ook omdat ik het gewoon een mooi plaatje vind. Ja, ik laat me natuurlijk door 100.000 dingen op een dag inspireren. Maar het zijn vaak dingen die net vreemd zijn of zo. Dus het zijn ook vaak helemaal geen knappe mensen of heel mooi uitziende mensen of zo. Maar juist mensen die heel erg zichzelf zijn. Die mensen die daar lopen bijvoorbeeld, met soort fluo-shirtjes aan, dat zijn een stijl. En die hebben denk ik zelf niet eens in de gaten dat dat heel cool is, dat ze allebei iets fluoriserends aan hebben. Dit heeft natuurlijk niks met mode te maken, maar ik vind het wel inspirerend om naar te kijken, juist omdat het daar niks mee te maken heeft. Ik kijk vaak ook wel naar bejaarden. Die hebben vaak hele vreemde kleurcombinaties aan of vreemde lengtes van kleding. Dus een jas die net voor je gevoel een beetje te lang is, met een rok die net te lang is. Wat toch op zich
in mijn modeontwerpersbrein zich kan vertalen naar iets heel interessants. Ik denk de voorwaarde is dat mijn fantasie aan de slag gaat. En dat gebeurt niet zo gauw in een modeblad, omdat het daar zo... Dan wordt het zo aangeboden, een soort affe taart. Maar ik wil zelf die taart afmaken, bij wijze van spreken.